take this road. Straks in Wegwerken, een update van de werkzaamheden op de Oude Dijk in Kralingen. Mis het niet. Take this road. Ik ben vandaag op de Oude Dijk in de deelgemeente Kralingen-Krooswijk. Begin dit jaar zijn we hier ook geweest met wegwerken. We zijn nu 2 maandjes verder. Goede tijd om eens te kijken hoe de stand van zaken is. Het werk bestaat hier uit het vervangen van de tramsporen, het toegankelijker maken van de tramhaltes. We vervangen de riolering en er komt hier op de Oude Dijk een apart fietspad voor de verkeersveiligheid. Want daar gaan we veel aan doen hier, aan die veiligheid. Zoals in de positionering van de verlichting, dat wordt zo geregeld dat je een veel veiliger gevoel krijgt. En natuurlijk vergeten we de bomen ook niet, want de Oude Dijk moet een groene uitstraling krijgen. En voor de winkeliers komt een duidelijkere laat- en loszone. Dijk. Het gedeelte tussen de Jericholaan en de Willem-Ruislaan is afgesloten voor het verkeer richting de Korte Kade. Kom je vanaf de Willem-Ruislaan en wil je richting de Jericholaan, dan is dat mogelijk via een tijdelijk aangelegde rijweg. Voor de fietsers is een speciale omleiding gecreëerd via de Korte Kade. De Oude Dijk, het gedeelte tussen de Hoflaan en de Voorschotenlaan, dat is ook afgesloten voor het verkeer en de omleiding wordt aangegeven op de borden. Voor fietsers zijn extra maatregelen genomen om toch het werk te kunnen passeren. Omdat we op 2 plekken op de Oude Dijk aan het werk zijn en de tramhaltes, 8 in totaal, dus niet in gebruik zijn en de tram niet rijdt, heeft deelgemeente Kralingen-Krooswijk in samenwerking met de RET deze IO's ingezet. Het zijn er 4 in totaal en die rijden tot eind januari als vervangend vervoer. Toch, meneer? Dat klopt. Voor de ouderen vooral? Speciaal voor de ouderen, ja. Wil je meer informatie over de Oude Dijk? Dan is er iedere eerste en derde donderdag van de maand een inloopuur. In Galerie Kralingen van 11 tot 12 op de Gashouderstraat nummer 9. Nou, in mei zijn we hier klaar. En voor alle andere projecten, kijk op onze website. En kijk volgende week weer naar Wegwerken. Tot dan! We're on a road tonight.